Maar met Aal gaat het nu hartstikke goed. Ze loopt beter, ze is vrolijker. Aal ziet er veel beter uit, gaat veel beter met haar. Aal liep slecht en ze was stram. En ze deed allerlei dingen die ik niet wilde. Maar ze was slecht. En toen kwam ik Doreen tegen in het park. En die zei, ik weet wel wat. En dat hielp echt. Maar... De seniorhond heeft meerdere problemen. Dun worden van de spieren. Artrose vaak, last van de gewrichten. Eigenlijk zijn hele energie die minder wordt. En vervolgens zie je dat ook weer in de organen. Het handigste is om daar een combinatie van technieken op te zetten. Dus zowel kinomassage als Healing Touch for Animals, als dierentolk waarmee je ook een bioscan doet. Je begint met de intake. Dat wil zeggen dat je eerst met de eigenaar praat, vervolgens kijk je in het park naar hoe loopt die hond, wat is er aan de hand, wat is de hele staat van zijn. En vervolgens ga ik thuis met een foto van de hond een bioscan doen. Om te kijken wat voor onderliggende problemen zitten er verder die je niet gelijk ziet. Zowel op energieniveau, maar ook op ander niveau. Zodat we echt weten wat zijn de problemen waar we een plan van aanpak voor maken. Hallo Frans. Hoi. Goed je te zien. Goed je te zien. Hoi, hoe is die? Hoi, Al. Als de hond komt of je gaat naar de hond toe, dan is het eerste wat je doet nog eens even die energie goed controleren en eventueel stimuleren dat die weer goed stroomt. Hier zit haar halschakra, die is ook open. En vervolgens ga je aan de slag met kinomassage. Dat wil zeggen dat is een zachte techniek waarmee je niet alleen het bindweefsel raakt, maar ook de lymfe, het bloed en de onderliggende spieren natuurlijk. Dus je ruimt zowel op als ontspannen, maar het ondersteunt ook heel erg. Maar het is niet vergelijkbaar met massage met mensen, omdat wij met mensen heel veel harder masseren dan bij honden. Veel dieper, harder. Veel dieper. Maar hier los je niet alles mee op. Vaak zie je tijdens de massage dat er toch problemen zijn met energie, knopen, maar ook dat er pijn is, waardoor je eigenlijk niet verder kan met de massage. En dan zet ik Healing Touch for Animals in. Dat is een energiemethode waarbij je daadwerkelijk dat onderdeel aanpakt. Dus zorg dat die pijn eruit wordt gehaald, dat die energie weer stroomt, zodat je weer door kan met kinomassage. Het werkt goed. Ik ben er heel tevreden over. Maar ik begrijp er geen zak van. Met energie en chakra's, ik begrijp het niet. Maar ik geloof het wel. Het werkt wel. Aal ziet er veel beter uit, gaat veel beter met haar. Aan het eind van de sessie geven we nog een energy boost. Zodat dat energie door dat hele dier heen stroomt, door het hele systeem heen stroomt. Zodat hij echt eruit komt met meer energie, concentratievermogen en zich gewoon lekkerder voelt. Ze loopt beter, ze is vrolijker. Ik ben heel tevreden over, ik ga dat iedereen aanraden. Want ik weet niet wat ze doet, maar het helpt wel. Het werkt echt. En met Aal gaat het nu hartstikke goed. En dat gaat ook echt over de kwaliteit van het leven van zo'n senior. Hè? En ik zeg dan altijd, happy dog, happy human.